Dus zoals jullie zien is hier een bouwmarkt, maar die wil eigenlijk verhuizen naar een andere plek. En die willen natuurlijk dan weten wat kun je met de oude locatie, want ja, ook de nieuwe zul je moeten betalen. En zij hebben een bouwplan ingediend samen met Woonzorg Nederland. Die kennen we van de Berghof. En die gaan hier waarschijnlijk een appartementencomplex bouwen met 32 appartementen. En die zijn echt bedoeld voor de 55-plussers, sociale huur. En er komen hier 8 grondgebonden woningen, zoals ze dat dan noemen. En die komen in de verkoop. En het plan wordt ontwikkeld door de Wam van Duren. Ja, dat klopt. Nu heeft Wam en van Duren, die hebben toevallig ook de oude Sporthal aan de Tunte, of daar bij de Gamma, aangekocht. Ja. Nou, of ze het gekocht hebben, dat weet ik niet. Maar BNM heeft inderdaad hun oog, zeg maar, laten vallen op de Tunte-locatie. Dus dat is hun beoogde plek voor een nieuw bedrijf. Ja. Vinden wij een goede ontwikkeling. Er staat 1 duidelijke voorwaarde bij. Als het spoorbosje maar niet aangetast wordt. Ja, dat klopt. Dat vindt het college erg belangrijk. Groen in het centrum. Dit is trouwens ook ecologisch gezien een heel mooi bosje. Dus die waarde die willen we behouden. En nou, daarvan hebben we gezegd, ook bij het vorige plan, Mag Klompé was hier ook geïnteresseerd. Ja. Nee, wij vonden die ontwikkeling te groot, want die zou echt ingrijpen in het spoorbosje. En dat willen we niet. Daarnaast hadden de bewoners van de Krijlstraat, die vonden toch wel dat het allemaal een beetje te dichtbij kwam. Ja, ja. Nou ja, de buurt is ingelicht. Het is alleen nog maar een akkoord op een principeverzoek. BNM gaat pas verder met het bestemmingsplan. Op het moment dat ze natuurlijk ook zeker weten dat ze naar de Tunter locatie kunnen. En dan krijgen natuurlijk ook omwonenden de gelegenheid om zienswijze in te dienen. Maar wij hopen natuurlijk dat BNM, of eigenlijk de ontwikkelaar, een goed gesprek voert met de buurt. Er is heel veel behoefte aan dit soort appartementen. En het mooie vind ik ook van dit nieuwe complex, dat er ook een gemeenschappelijke ruimte in komt. Nu heeft Willy Smit van de Wam van Duren vorig jaar gezegd, toen ze die de Tunte in hun bezit kregen, volgens mij hebben ze het wel aangekocht, dat het eigenlijk bedoeld was als doorschuiflocatie voor die industrie, hoe noem je dat, voor die verkaveling van op de industrietreinen, dat derde traject van jullie. Ja, ja. Maar valt dit bedrijf daar dan ook onder? Nou, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Maar ik denk wel dat het heel mooi is. Want er zit hier in deze omgeving verder helemaal geen bedrijvigheid. Op het Europapark natuurlijk wel. Dus wat dat betreft vind ik het een mooie plek waar ze naartoe gaan. En vind ik de plek logischer dan op deze plek. We zitten hier vrij dicht bij het centrum. Dus dat is ook een hele interessante plek natuurlijk voor ouderen om te wonen. Nu was er gisteren in de gemeenteraad nog een motie van D66 en die werd ondersteund door bijna alle partijen. Klopt. Behalve de PvdA uiteindelijk. Dat ging over woningbouwimpuls. Die je kon aanvragen, de financiële middelen denk ik dan. Dat zijn financiële middelen van het Rijk. Voor projecten van meer dan 500 woningen. Van meer dan 500 woningen. De discussie gisteren in de raad was al een beetje of wij zo'n plek hebben en daar een beroep op kunnen doen. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat dat op dit moment lastig is. Dit is namelijk al de derde tranche. Bij de eerste tranche hebben we gekeken, ook achterhoek breed, van wat kunnen we hiermee. Maar dan zijn de plannen in Winterswijk gewoon te klein. De voorwaarden zijn echt heel streng, want het gaat om een woningbouwplan. Inderdaad, 500 woningen. Aaneengesloten. In één projectgebied. Ja. Ze moeten ook nog eens binnen 3 jaar gebouwd worden. Er moet een financieel tekort op zijn uit het publieke geld. Wij hebben op dit moment niet van dat soort woningbouwprojecten. Dus dat geld binnenhalen, dat is op dit moment gewoon niet mogelijk. Maar over een paar dagen heeft RVO verteld dat er wel waarschijnlijk een aanpassing komt. Dus we gaan het lezen in de Staatscourant en zeker kijken of we er dan wel gebruik van kunnen maken. Maar persoonlijk, we zijn bezig met woningbouw. Er zijn veel plannen nu in aanvraag. Dit is ook weer zo'n mooie. Er loopt nog veel meer. Dus
we gaan zeker bouwen. Afgelopen jaar hebben we ook veel meer woningen opgeleverd dan de jaren ervoor. Dus we zijn op de goede weg, maar er moet absoluut wat gebeuren nog.